ben Nicole Heesakkers en ik ben orthopedisch chirurg bij Anatomie, gespecialiseerd in schouder, elleboog en hand-polsklachten. Ik heb gekozen voor dit deel van de orthopedie. Ja, het sprak me het meest aan. De patiëntenpopulatie is heel divers. Het zijn jonge sporters met klachten, mensen na een ongeval, maar ook oudere patiënten met slijtage of mensen met een gescheurde pees. Ook de diverse mogelijkheden, dus ofwel conservatief en middels fysiotherapie of een injectie. En de diverse operaties. Ik werk bij Anatomie omdat het een gespecialiseerde orthopedische kliniek is. Het is kleinschaliger, dus de lijnen zijn korter. Daardoor kan je sneller schakelen met collega's, maar ook met fysiotherapeuten, laboranten. Om zo de manier van werken efficiënter te maken. We werken vaak in een multidisciplinair team. Dus in mijn geval veel met de fysiotherapeut. Om zo samen patiënten te beoordelen en samen tot een plan te komen. Dat is wat het werk hier leuk maakt. Als ik het gevoel heb dat het gewoon lekker liep, dat de poli vlot doorliep, dat iedereen ja, zijn verhaal heeft kunnen doen, dat ik het gevoel heb dat ik iedereen heb kunnen helpen en dat ik gewoon lekker met het team heb samengewerkt, dan is de dag geslaagd. Een menselijke orthopeed ben ik. Ja, ik hou ervan om er gewoon een praatje met mensen te maken. Zo nu en dan een grapje tussendoor. Maar ook te vragen naar gewoon hun dagelijks functioneren. Wat ze doen in het dagelijks leven. Hoe ze dat beperkt. Ik ben trots op dat ik elke dag mag doen wat ik het allerleukst vind. Werken met patiënten met klachten van hun schouder en elleboog. En een betere kwaliteit van leven kan geven.